welkom in de zomereditie van Stellage. Vandaag vanaf het Korenbeursplein hebben we voor u een interview met Antoinette Bons van Hobby Zorgboerderij in Waddenooyen. In de straatpraat vragen we u naar vrijwilligerswerk en in Op Pad gaan we kijken bij jeugdvakantieweken. Ik ben Ella Kokmajewska, welkom bij Stellage. Bij mij aan tafel Antoinette Bons, hallo. Hallo. En jullie hebben een hobby zorgboerderij in Waddenooyen. Ja. Wat is hobby zorgboerderij? Ik weet niet, het concept zorgboerderij, dat ken je. Dat is wat grootschalig is, een echt boerenbedrijf waar ook medewerkers lopen die beperking hebben en die wat extra zorg moeten hebben. Wij hadden deze boerderij gekocht, maar dat was geen draaiend boerenbedrijf meer. Het is een hooiboerderij, een keuterboerderijtje. En daar bieden we verder precies hetzelfde aan als een grote zorgboerderij. Dus mensen helpen ons met al het werk wat er te doen is. Dus gewoon dieren verzorgen en alles wat er bij komt. Dieren verzorgen, de moestuinen, de afwastingen repareren, met z'n allen boodschappen doen, met z'n allen lunch maken. Ja, maar dat is dan een klein beetje de boerderijkant. Ja. De zorgkant. Zitten hem in de mensen die daar doen, dus mensen die waarschijnlijk met beperkingen. Ja, het zijn altijd mensen met beperkingen die bij ons werken. En dat kan gaan van mensen met autisme of verstandelijk beperkt. In principe zou het ook mogen met een rolstoel, maar die hebben we op dit moment niet. Ja. En wij zorgen ervoor dat mensen veilig bij ons toch kunnen werken en vooral heel veel kunnen leren. Ja, en nu nog dat hobbykant. Wat wordt daarmee gedekt? Nou, wij zijn hobbyboeren. En dat betekent dat we dus vooral ook het hele boerenspul ook is ook hobby. Het is dus ook niet zo erg als een keer wat mislukt. Als de aardbeien door de muizen opgevreten worden, dan vinden we dat wel vervelend, maar we zijn achteraf er niet van afhankelijk. Kan je wel een klein beetje om lachen. Precies, en ook met z'n allen om lachen. En als iemand staat te schoffelen en hij schoffelt alle radijsjes weg, kun je daar ook en om lachen. En alle onkruid laten staan. Precies, maar dat is bij een hobbyboerderij wat makkelijker allemaal. En daarnaast, omdat we nou toch die prachtige schuur hebben en al die ruimte en al die spullen, gaan we ook nog heel veel echt hobby dingen doen. Lekker knutselen, lekker timmeren en kinderactiviteiten organiseren. En dat is ook allemaal voor de mensen met beperkingen? Met of zonder. Met of zonder. Mag kinderen zeker, die kunnen ook gewoon in de vorm van naschoolse opvang langskomen of een weekendje komen logeren. Je hoeft niet een beperking te hebben om bij ons welkom te zijn. Oké. Ik kan me wel voorstellen dat daar vrijwilligers ook bij betrokken zijn. Of doen jullie het echt allemaal zelf? Ik heb nu net een vrijwilliger omdat we nu een dagkamp hebben. En er is één iemand die de hele week meedraait echt om te helpen. En voor de rest hebben we nog geen vrijwilligerswerk. Dat komt eigenlijk omdat wij het werk juist geschikt maken om te laten doen door die mensen met die beperking. Die het heel graag willen doen. En als ik vrijwilligers neem die dat werk gaan doen, wat moeten die mensen dan weer doen? Ja, nee, dat is logisch. Maar toch op een of andere manier weten jullie dat zeg maar draaiend te houden. Ja. Op welke wijze wordt dat? Hoe komen jullie bijvoorbeeld aan mensen die interesse in hebben om mee te draaien in zo'n boerderij? Nou, toen wij net begonnen, toen hebben we een gouden tip gekregen van iemand van de Harthoeve. Die zei, joh, je moet naar de Kamier van Notenschool gaan. Daar zitten mensen met een beperking. En laat je ze stage lopen. En zo zijn wij onze eerste klanten gekregen. Komen. Die kwamen stage lopen en de eerste is zelfs al lang in dienst nu, nooit meer weggegaan. En zo hebben wij ervaring opgebouwd, gewoon goed begeleid door de school te beginnen en de eerste medewerkers binnengehaald. En als je er één keer twee of drie hebt, dan gaat het daarna vanzelf. Dan gaat het lopen, dan gaat het van mond tot mond zo van daar moet je zijn voor een leuke boerderijwerk. Ja. En voor leuke hobby's. Volgens mij is het een heel erg leuk, zeker in de tijd van nu. Lijkt mij heel erg leuk buiten bezig te zijn. En als het iets mislukt, nou ja, weg dan. Precies. Onze kijkers willen vast wel meer informatie. Waar kunnen ze die vinden? Het beste kunnen ze even kijken op onze website. Dat is kei.nl. K-E-I.nl, heel kort. En daar staat ook altijd alles wat we gedaan hebben en wat we nog gaan doen. Kan iedereen alles vinden. Nou, geweldig. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En heel veel enthousiaste mensen die mee komen helpen. Geweldig, bedankt. En nu gaan we kijken naar Straatpraat. En daar vroegen we aan het winkelende Tielse publiek. Doet u vrijwilligerswerk? Ja, dat doe ik. En waar? Bij voetbalvereniging Tiole. Ik ben daar barmedewerker, ik zit daar in de activiteitencommissie en hand- en spandiensten wat nodig is. Ik doe op dit moment geen vrijwilligerswerk. Heb je dat ooit wel gedaan? Ja, ik ga af en toe met mijn vriend mee met de dierenambulance. Doe je vrijwilligerswerk? Nee, doe ik niet. Helemaal niet? Nee. Ook nooit gedaan vroeger? Nee, eigenlijk niet.
nooit aan gedacht om dat te gaan doen? Ja, dat wel. Maar ik heb het nog nooit gedaan, nee. En doe je nog andere vrijwilligersbaantjes erbij? Bij Appelpop help ik, sta ik ook achter de bar. Nou, je bent nogal een gedreven mens. Ja, misschien wel, ja. Maar het zijn leuke bezigheden. Ja, is het echt voor dat je zoiets hebt van, nou, ik moet me inzetten voor die verenigingen of voor die activiteiten? Voor die vereniging wel, ja. Ik bedoel, een sportvereniging überhaupt kan niet draaien zonder vrijwilligers. Die hebben ze gewoon zo hard nodig. Anders, ja, als je het moet gaan verpachten, zo'n kantine bijvoorbeeld, dan kost alles weer veel duurder. En ja. Je hebt gewoon mensen nodig. Je brengt je kind er naartoe, maar het is natuurlijk geen veredelde opvang. Doet u vrijwilligerswerk? Ja, dat doen wij. En wat doet u voor vrijwilligerswerk? We helpen elkaar. Binnen de kerk doen we huisbezoek en als mensen problemen hebben of ze zitten met vragen, dan probeer je ze te helpen. Dat heb ik wel een keer gedaan, vorig jaar. Moest ik jeugdvakantieweken op die kleine kindjes passen en zo en spelletjes doen. Oh, maar dat doe ik niet meer. Nee, waarom niet? Want daar zoeken ze nog vrijwilligers. Ja, ik heb geen zin meer. Ik blijf liever lekker thuis zonder zo. Doe je wel eens vrijwilligerswerk? Nee, op het moment helemaal niet. Nee. Heb je het in het verleden wel gedaan? Soms was bij de kerk toen we nog in Zoelen woonden, maar op het ogenblik helemaal niet meer. Nee. In onze prijsvraag, de beeldzoeker, deze keer de volgende uitvergroting van de foto die ergens in Tiel genomen is. Weet u waar het is of wat het is? Laat het ons weten via prijsvraag@stadstwtiel.nl. Onder de goede inzendingen wordt elke week een leuke prijs verloot. En op uw verzoek laten we nu de volledige foto en dus ook de oplossing van vorige keer zien. Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld wie de winnaar was van vorige week, kijk dan op onze website www.stadstwtiel.nl. In Op Pad ging Stadstw Tiel een kijkje nemen bij jeugdvakantieweken. De jeugdvakantieweken zijn weer begonnen. Is ja. Druk? Het is deze week wat rustiger dan vorig jaar de eerste week. Volgende week hebben er ruim 100 kinderen nog extra bij. Dat is altijd zo. En omdat de vakantieperiode dit jaar wat vroeger is, zijn er nog een hoop mensen op vakantie. Dus voor ons een makkie om lekker in te werken. En volgende week kunnen we echt aan de bak. En wat staat er op het programma voor de kinderen? Nou, we hebben nu bijna de eerste week erop zitten. We zijn naar het Watermuseum geweest in Arnhem. We hebben nu hier op locatie heel veel buitenspelletjes, waterspelletjes. Het is nu mooi weer. Volgende week hebben we grote zeskamp met klauteren, klimmen, buikschuiven, dat soort dingen. Allerlei dingen eigenlijk. Elke dag wat anders. Heb je gewonnen? Nou, niet echt, maar bij dat spel hebben we wel gewonnen. Bij die net niet. Bij die ook, ja, eigenlijk wel. Die eigenlijk hebben we allemaal gewonnen. Ja, en dat is alleen maar nat spuiten, dus ja, dat is... En dat voelen jullie wel leuk met dit weer. En daar heb je paaltjes, flessenvoetbal en dat wordt ook heel erg leuk, want ik hou heel erg van voetbal. Ben je de hele week al hier? Ja. Vind je het leuk? Het eerste jaar voor mij. Eerste jaar? Ja. En ga je volgend jaar weer? Ja, ik denk het wel. Het is goede tijd gestart ook echt een speciaal evenement voor de Ben je gewond? Ja. Een bal tegen mijn gezicht gekregen. Een bal tegen je gezicht? Hoe kwam dat dan? Nou, ik kon voetballen en toen ging iemand naar mijn baan, maar toen ging hij tegen mijn gezicht gooien. En nou word je door de verpleegster geholpen? Ja. Ja. Even lekker koud en een beetje drinken. Kom je weer helemaal bij? Ja. Oké. Bert, hoe zit het met de organisatie? Het hoeveelste jaar is het nu al? Dit is voor het 52e jaar inmiddels. Ja, dat is echt al heel lang. En wij bestaan voornamelijk bij de gratie van de sponsoring van de gemeente en andere instellingen zoals Burgerweeshuis. Want de kinderen zelf betalen nog steeds maar €15 voor één weekkaart. Dat is niks. En als ze een uitje gemeen met de bus gaan, betalen ze daar €5 bij. Dus dat is voor €20 zijn ze de hele week onder de pannen.
Maar redden jullie als organisatie dat dan wel, financieel? Ja, wij krijgen dus vanuit de gemeente en de officiële organisaties veel geld. Maar we krijgen ook erg veel gesponsord uit het Tielse bedrijfsleven. En dat is geweldig. Het is hartverwarmend als je ziet wat je af en toe toegestopt krijgt. Maar dat is ook heel belangrijk voor ons. Dat is absoluut noodzakelijk om het rond te breien. Bert, ik zie hier allerlei mensen lopen met witte t-shirts, met Doe Mee. Ja, dat klopt. Dat zijn 50 kinderen van de Stichting Mee. Wij faciliteren voor hun. Zij draaien met ons het gewone programma mee. Dus geen uitzondering. Het gewone programma doen ze ook mee. Alleen ze hebben aparte eigen begeleiding. De ouders, de begeleiders hebben ook witte t-shirts aan. Dus daar zijn ze aan te herkennen. Dat zijn kinderen met een verstandelijke beperking? Van aparte scholen. Die kunnen hier ook op inschrijven. Mogen gewoon meedraaien. En dat zijn maximaal 50 kinderen. Dat is geweldig. Ja. Maken ook aparte vriendjes, maar hebben 1 op 3 begeleiding van hun eigen mensen. Oh, dat is wel mooi. Want... wij bemoeien ons niet met hun. Wij faciliteren alleen en zij kunnen hun gang gaan. Dit was de laatste zomereditie voor deze week. Ik hoop u volgende week weer te kunnen zien, want wij hebben natuurlijk nieuwe gasten en leuke filmpjes. Dus tot de volgende week, tot de volgende stellage.